Mijn naam is Dennis. Ik werk in Slagerij de Leeuw. Ik ga een paté aan kroet maken. Ik begin met de kroet van de paté. 125 gram boter in de keukenmachine. Daarbij 10 gram zout. Dat laat ik even mengen. En daarbij 250 gram patentbloem. Dat kan er gewoon in één keer bij. Die twee delen die moeten eerst goed met elkaar vermengd zijn. Even een beetje de randen bij krammen. Als je dit in de tuin, gewoon in een keukenmachine thuis doet, dan houdt het wat beter. Nu zie je al dat hij gaat mengen. Dan doe ik er een klein beetje water bij. Ongeveer 2-3 eetlepels. Dan zul je op een gegeven moment zien dat hij gaat pakken. Dat het één geheel wordt. Je kunt het ook horen. Nu is het een deeg geworden. En dit deeg gebruiken we zo dadelijk om de patévorm mee te bekleden. Een klein beetje bloem op het werkblad. Met de deegroller gaan we het uitrollen. Ongeveer 3 mm dikte om de patépot mee te bekleden. Zet ik de pot erop. Snij een beetje de hoeken uit de deeg. Om te voorkomen dat er zo meteen te veel deeg in de pot zou zitten. De deeg is puur om de paté te beschermen. En natuurlijk ook om op te eten, maar het moet niet te veel deeg worden. Deze flap die hier nu ligt, dat wordt zo dadelijk de deksel op de paté. Dan maak ik er wel alvast twee kleine gaatjes in. Omdat je straks wil dat het vocht en de lucht die in de patémassa zit, kan ontsnappen. Dan vouwen we dit een beetje terug. En hiermee bekleden we de partij. Dit moet je wel een beetje met liefde en aandacht doen. Om te voorkomen dat het kapot gaat. Te veel kapot zou gaan. Dit is de kroet. Dan gaan we zo dadelijk de vulling maken voor de partij. Voor de vulling van de partij gebruiken we 375 gram kalfsvlees. Niet te mager. 375 gram kalfslever. 1 ei. 15 gram kleurzout. Een pepermolen. Voor een paar draaien peper. En een klein beetje cognac. De lever en het vlees gaan we eerst in de gehaktmolen op de grofste plaat fijn draaien. Nu hebben we dit dus doorgedraaid door de gehaktmolen. We gaan een klein deel van dit door de keukenmachine draaien. Dat zorgt dan voor de binding, extra voor de binding in de paté. Ongeveer 1/3 is dat. Ei erbij. En niet te vergeten die 15 gram zout waar we het eerder over hadden. Peper. Dan draaien we dan tot zo'n substantie. Dat die lever dan ook een beetje gaat glimmen. Dan zit de paté massa. Dan moeten er nog een paar dingen in. Ten eerste een klein beetje cognac. 40 gram pistache. En ik heb hier een stukje wintertruffel van 40 gram. Dat ga ik fijn snijden. Dat zou je eventueel kunnen vervangen door truffelsalsa. Want dit is natuurlijk wel een vrij kostbare geschiedenis. Het is mooi als je truffel nog een klein beetje wel fijn snijdt, maar ook weer niet te fijn. Dan heb je straks een mooie tekening in je paté.
Gewoon eens goed doormengen. Dat alles goed verdeeld is. Zo moet hij er zijn. En dan kunnen we beginnen met het vullen van de partij. Verdeel de vulling over de partijpot. Zo, alles eruit. Vooral die wintertruffel natuurlijk. Dan vouwen we eerst het deeg aan de kopse kant naar binnen. Dan maken we dat randje even nat met een beetje water. Zodat die flap deeg die er overheen komt, dat die zometeen goed hecht. Je ruikt de wintertruffel al. Zo, dan leggen we de deksel erop. Je met de scherpe kant van het mes snij je een beetje langs de binnenkant van de partijpot, snij je dat overtollige deeg weg. Dit randje goed vastzetten. Dan is hij klaar om de oven in te gaan. Deze partij gaat in een droge oven. 45 minuten, 165 graden. Dus niet au bain-marie. Want je wil ook dat de zijkant van het deeg echt bakt. En al zou je dat au bain-marie doen, dan zou je dat effect niet krijgen. Dan wordt hij eigenlijk gekookt aan de zijkant. En gebakken aan de bovenkant. En dat is niet wat je wil. Voor het mooiste effect aan de bovenkant van je paté wil je een klein beetje ei erop smeren. Dat doe ik na een half uur. Als ik het er nu al op doe, dan is het zometeen te donker. En na een half uur je ei erop, dan nog 10 minuten aan een kwartier. En dan is hij helemaal spatzuiver, zoals wij zeggen. Nou, het paté is na 45 minuten gaar. Dus we halen hem uit de oven. We zetten hem nu koud weg. Het hele bereiden en het garen van de partij doe je een dag voor het diner. Want het moet door en door terugkoelen, alvorens je het kunt snijden. Dus dat is wel, het is iets wat je heel goed kunt voorbereiden.